Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 2 februari van Weerplaza. Het was vandaag nogal wisselend met wolkenpartijen en een enkele bui, maar de zon kwam er ook nog bij. Vanavond is het ook nog onbestendig met opklaringen en wolkenvelden. Lokaal komt er nog een bui voor en de temperatuur ligt tussen de 2 en de 5 graden. De wind neemt vannacht af. Het gaat landinwaarts licht vriezen en dan is er krans op gladheid. En ook valt er nog een enkele winterse bui, mogelijk met natte sneeuw. Morgen is het vrij rustig wat de wind betreft. Er zijn wolkenpartijen. Soms klaart het op, maar er kan ook nog een enkele bui vallen. En het wordt 3 tot 5 graden. Zondag is het met een stevige noordelijke wind kouder. Het wordt in de middag 1 tot 4 graden. Er zijn wolkenvelden met lichte sneeuw, maar de zon schijnt ook nu en dan. Daarna blijft het droog en wordt het nog iets kouder. Met s'nachts lichte tot matige vorst. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.